Mannenzweet. Het is ook best inspannend werk. Security, chef. Hier, dus ik ben de tweede man op dit gebied. Ik weet heel precies wat er hier allemaal gebeurt. Welcome to the city where the fun won't stop. It's time to shake the world with the sound. Oh. Tijgerachtige reflexen. Vernietiging van privé-eigendommen, onverantwoord en ook gevaarlijk gedrag op een openbare plek. En... Wat als de rector ons nu van school stuurt? Vast niet. Ik heb helaas geen andere keus. Hè? Maar het was gewoon een meidenstreek. Het gedrag van uw dochters is volkomen uit de hand gelopen om van de schoolprestaties nog maar te zwijgen. Wat doet u eigenlijk voor beroep, meneer Sullivan? Wat verdorie doet dat er nou weer toe? Zeg, wat nou? Ik ben vertaler. Ik vertaal nu kookboeken. Interessant. Ik weet zeker, u bent beide zeer toegewijde ouders. Maar een zekere vorm van jaloezie onder de minder rijke scholieren is hier niet ongebruikelijk. U bent er dus van overtuigd dat onze dochters stelen? Nee. Meneer Solehe. Juist, ja. Maar kunt u met zekerheid zeggen dat het niet zo is? Ja, tot ziens. We hebben het echt niet gedaan. We praten er thuis al over. Hey, Octavia! Annie. Oh mijn god, wat is dit erg. Maar goed, ik heb dus mijn vader gesproken, die namelijk advocaat ook doet. Onderneem niet zonder juridische bijstand. Het is al in orde. We hebben alles geregeld. Ah, u bent ook advocaat? Nee. Ik vertaal kookboeken.
Nou, dan wens ik u het allerbeste. Lunch bij Rosario of bij Le Copain? Ik heb wel zin in truffelpasta. Papa! Oh nee, ik wil het klinkt mis met kookboekvertalingen. Daar is een markt voor. Ik meen het, Jule. Doen we het echt zo slecht? Is dat wat er vandaag gebeurd is onze schuld? Ik heb je toch over Lindel verteld? Het internaat waar ik als kind op heb gezeten? Mevrouw Theobald was mijn lerares. Ik heb gehoord dat ze nu directrice is. Ik heb daar de gelukkigste jaren van mijn leven gehad. Nou, dankjewel. George? Ik vind dat we onze meisjes daarheen moeten sturen. Een internaat? Lindenhof is niet zomaar een internaat. Het is een hele bijzondere en magische plek. We laten ons toch niet zomaar wegstoppen? Dit hier is toch ons thuis? Dat zal ook altijd zo blijven. Zo. I'm only happy when you're there's something wrong with me, I guess. See it hits me when I see. Zie dat toch op, we moeten echt gaan. But I digress. Nou, dat kan nog lastig worden. I wish you felt the same about me or something. I just have to say. Well, I'm a mevrouw Theobald. Heel leuk, er is niemand. Kunnen we gaan? Hé, hey, hier blijven, dame. Magerlijn, plaatsvervangend directrice en wiskundejuffrouw. Jullie moeten de Sullivans zijn. Ja. Uh-huh. Ja, dat klopt. De mooiste jaren van mijn leven toch. Het spijt me heel erg, maar wij hebben... Maar ze heeft zo lang als ze kon op u gewacht. Oh, dat spijt ons zeer. We hebben uren in de file gestaan. Maakt u zich geen zorgen? U bent er nu toch? Mevrouw Theobald zal u in de komende dagen bellen om u mee te delen hoe we de kinderen de eerste dagen in hun nieuwe thuis is vergaan. Ik kom zo bij u terug. Je weet wat voor een heet hoofd ze kan zijn. Pas goed op Nanny, ja? Je weet hoe verlegen ze kan zijn. Mevrouw Magerlijn, als wij straks weg zijn, wilt u dan onze twee hockeyfans het hockeyveld laten zien?
Uniformen al klaargelegd hebben. Uniformen? Vergeet het maar. Bij elke weigering krijg je notitie in het klassenboek. Bij 2 notities wordt de uitgang gesloten. En bij de 3e notitie zal ik jullie ouders berichten. Kinderen? Ik ben niet hier om jullie te mogen. Ik ben hier om jullie iets te leren. Jank. Mademoiselle Berthou is lerares muziek en Frans. Je zult van haar houden. Haar grootste liefde is het orkest. Vrijdag om 4 uur zijn er audities. Mocht je geïnteresseerd zijn? Nee, dank je. Wij houden veel meer van hockey. Oké, dan. Bij vakken kunst en muziek dan toch maar niet. Wel sport? Ja. Goed, dan stel ik jullie aan Linda Turn voor. Zij is jullie trainer en vertrouwensleerling. Van haar krijg je elk je eigen taken. Taken? Waanzinnig. Hoe kunnen we jullie ooit uit elkaar houden? Eet smakelijk, Charlotte. Dankjewel. Ach, mijn hemel. Jullie zijn die tweeling van June. Het is toch onvoorstelbaar. De gelijkenis. Ach, dat is toch ongelooflijk. Alsjeblieft. Wij zijn vegetariër. Wat spijt me heel erg. Ja, mij ook. Graag. Huh? Smakelijk. Dank u wel. Vegetariër. Heb je die troep niet gezien dan? Daar zou je een muur mee kunnen metselen. Hou op met lachen. Straks denken ze nog dat je het naar je zin hebt. Mijn meisjes, zoals sommige van jullie, Miss Algemeen, heeft onze Lindehoff-familie er een paar leerlingen bij. De tweelingen. Ja, 2 voor de prijs van 1. Daarom heffen we onze glazen om Hanna en Annemarie Sullivan welkom te heten. Hanna en Annemarie Sullivan! Blijven. Er is hier sprake van een gerechtelijke dwaling. En dus horen wij hier niet. Het is hier toch geen gevangenis, mon dieu. Mijn verlangen om verwende kleine prinsesjes manieren bij te brengen is gedaald op 0,000. Rustig maar, mevrouw Magerlijn. Die 2 daar hebben zeker het een en ander meegemaakt. Ik denk dat ze zich snel bij ons zullen aanpassen. In oogschouw genomen dat we een 1-eigen tweeling zijn en niemand ons uit elkaar houden kan, zou ik je dankbaar zijn als je de drang iedereen tegen ons op te zetten nog zo lang onderdrukken kan tot ik een plastische gezichtsoperatie ondergaan heb. Nou ja, zie het dan zo. Erger kan het niet worden. Zo, we zijn er. Vanaf nu zullen jullie kamergenootjes voor jullie zorgen. Wel te rusten. Slaap lekker. En vooral droomverschillend. Goed dan. Nou, ga dan.
Pip. Vooruit dan. Ga naar binnen. Goed, vooruit. Kom. Oh, ja, die is een stuk slimmer. Oh, die is echt romantisch. Ja, nee, echt heel leuk. Oh, die is leuk. Ja, die daar. Heb je die van? Ook dat nog. Die twee bedden daar zijn nog vrij. Suffy en Duffy willen toch vast geen bedden. Want ze blijven hier toch niet lang? Ook al spijt het me heel erg. Want zoals jullie ook hier, heb je behoefte aan nieuw talent. Tuurlijk. Wij wachten altijd met smart op talenten als jullie. Die bang zijn dat hun mooie pakjes vies worden. Ze zijn nog een beetje geïrriteerd over wat jullie zo net gezegd hebben. Hé, hey, Slijmica, aan wie's kant sta je eigenlijk? Aan geen enkele. Ik ga Tavia bellen. Nee, we mogen hier geen elektronische spullen hebben. Mevrouw Theobald zegt altijd tegen de ouders dat ze alles weer mee naar huis moeten nemen. Welke kip wordt er hier dan geslacht? 9 uur, licht uit. Snel. Kind toch? We redden het wel samen. Vous n'avez pas eu toute science. Cela se comprend par malheur. De reste, vous êtes si jeune. Et amé de l'âge. Bon, mijn lieve zoete vogeltjes, over het gedicht van Paul Verlaine ging. Erika? Jij hebt nooit echt veel gedeeld. Dat begrijpen niet veel mensen. Je bent zo jong en onzorgvuldigheid is het bittere lot van je. Superbe, superbe. Alle schriften naar voren hier op mijn tafel. Annie en Nanny? Mais enfin, geen notities. We waren nog niet zo ver op onze oude school. Ja, maar lieve kleine bloempjes, waarom heb je dat niet direct gezegd? Maak je maar geen zorgen, ik zal wel iets bedenken. Laat het maar aan mij over. Bon, naar buiten. Joket, doe je ook aan conditietraining? Luister, ik wil straks naar het dorp doorgaan. Ze moet nog één keer met haar pa praten. Anders zitten we voor de rest van ons leven in het gekke gesticht. Vandaag gaat u met me praten? Tuurlijk. Net zoals hij gisteren, vorige week en vorige maand met je gepraat heeft. Maar goed uit waar je loopt. Auw! Oeps! Stomme koe! Sullivan. Jij hebt voor de rest van de dag huisarrest. Klokslag 3 ben je in de wasruimte. Daar kun je dan moederziel alleen alle sportenus wassen. En heb je genoeg tijd om over je gedrag na te denken. Handwas, vanzelfsprekend. Je kunt niet naar het dorp gaan. Ik ben terug voordat iemand ook maar iets merkt. Het zijn maar een paar vieze sportenus. Maar je hebt huisarrest. Wat nou als ze merkt dat ik dus niet jou ben?
Hij zou je... Jo. En een van de coolste jongens van het dorp. Hij is net... Oké, maar... Jullie lijken allebei sprekend op jullie moeder. Toen zij jullie leeftijd had. Mevrouw Theobald? De dakwerker is er. Vanwege de lekkage. Heel goed. Uitstekend. Hoe moeten we die twee nu ooit uit elkaar gaan houden? Een probleem dat zich vanzelf oplost. Terwijl het probleem lekkage om een oplossing schreeuwt. Ach, mevrouw Magerlijn. Het is ons tot nu toe toch altijd gelukt? Ja, omdat u de ogen sluit voor de rode cijfers in onze boekhouding. Waarom verhoogt u niet gewoon het schoolgeld, zoals ieder ander normaal internaat dat doet? Dan zijn we heel snel uit de schulden. We zijn alleen niet normaal. Toch? Wij zijn Lindenhof. Dat is wat ons geheim is. Weet jij naar welk lokaal we moeten? Kom, eens laat ik maar gaan kijken. Oké, ik ga wel met je. Superbe. Ja. Ik heb een beetje tijd genomen om voor jullie een paar Franse taallessen samen te stellen. Het spijt me heel erg, maar ik moet er wat gaan doen. No. Ik weet het, ik weet het. Ik heb met madame Magerlijn, ik bedoel mevrouw Magerlijn, gesproken. In het begin was ze eerst nog een beetje koppig. Maar daarna hebben wij tezamen besloten dat we jullie opdelen. Oui. Eerst doet Nanny de was en leer jij Frans. En dan omgekeerd. Ja. Un voleur. Salomon! Ah! Mon Dieu. Waar is die zus van je? Ze is nu al 7 minuten te laat. Pardon. Ze zou klokslag 3 uur in de wasruimte zijn. Die moet ondertussen vast al daar zijn. Mon Dieu, quel bordel. Hanny, kom, we gaan verder. Als ze er niet is... Het spijt me, maar ik moet geloof ik dingen naar het toilet toe. Hanny? Octavia? Hallo? De verbinding is zo slecht, hoor je mij? Hallo? Ik moet nog een keer met je vader praten. Hij moet ons helpen hier weg te komen. Shit. Oh, dit is hoog. De regenpijp. Het zal niet makkelijk zijn jullie onschuld te bewijzen. Mijn ga zal jullie sowieso zo snel mogelijk daar weghalen, want de Jokets zijn namelijk ingeroosterd om over 2 weken tegen Lindenhof te spelen. Jokets? We hebben nog nooit tegen Lindenhof gespeeld. Zorg maar dat ze jou niet in hun hockeyteam opstellen, dat wil ik niet. Pascal, iets meer haarlak. Meer volume. Octavia? Niet zo kort. Hallo? Octavia! Hallo? Hallo? Ben je er nog? Honey? Octavia! Als ik erachter kom dat je mij voor de gek houdt, spendeer je het grootste deel van je schoolcarrière hier in deze wasruimte. Shit. Wat is er met jou dan? Honey is naar buiten, terwijl ze huisarrest heeft. Magelijn denkt dat ik haar ben. Maar als ze erachter komt dat Honey Nanny is en ze er dus helemaal niet is, dan... Oké, ik ga het wel oplossen. Mevrouw Magelijn? Ja? Ik moet dringend met u praten. Het hockeyveld heeft nu gras nodig. Oh, is dat zo? Luisteren. Ons hockeyveld is kantemeter. Een zak graszaad is goed voor 30 vierkante meter en kost €16,25. Wat kost dan de vernieuwing van ons hockeyveld? Als je dat straks uitgerekend hebt, hoewel ik alle reden heb, net zozeer twijfel. Mon Dieu, hè?
gaat dat, Koeler? Oh. Dat is mooie muziek, hoor. Van wie is het? Ah, dat is Bach. Mijn absolute favoriet. Mon dieu, Magerlijntje, wat heeft u toch vandaag? We zitten midden in een gesprek over Bach. Is tegenwoordig niks meer heilig? Pardon. Ik wilde alleen even meedelen dat ik straks de andere Sullivan-tweeling naar u toe ga sturen. Waarmee u uw interessante gesprek vervolgen kan. Shit. Shit, shit, shit. Waar waren we? Ah, oui, Bach. Zeg me eens, kleine. Speel jij toevallig een instrument? Dan kun je misschien auditeren voor ons orkest. Nee, geen instrument. Maar ik geloof dat ik weer moet. Hola. Oh, nee, hè. Het spijt me, maar ik moet even... Sullivan, ik had gezegd, ik stuur je zusje eerst naar boven voordat jij naar beneden komt. Tuurlijk, ja. En klaar. Maar het goede nieuws is, zij dacht dat ik jou was. Het is niet om te lachen. Ik heb vanmiddag een interessant telefoontje gekregen. De vader van een van de meisjes uit jullie oude hockeyclubje. Hij maakt zich zorgen om jullie. Blijkbaar heeft een van jullie hem net vanuit het dorp opgebeld. Wel, we hebben een goed gesprek gehad. En ik heb hem gezegd dat ik alles doe wat in mijn macht ligt. Zo... Wij wilden absoluut niet... Wij wilden niet, telt niet. Dankzij jullie heeft Linda een schriftelijke waarschuwing. Nog zo'n waarschuwing en ze is niet langer meer vertrouwensleerling. Het spijt ons, Linda. Het is waarschijnlijk nu niet het juiste moment, maar ik heb nog eens nagedacht. Ik denk niet dat het juist is als je ons beiden in het hockeyteam opstelt. Ik dacht het niet. Jullie staan op de lijst. Hey Duffy, zo zonder je zusjes zie je er bijna normaal uit. Laat de kaarten spreken. Hè? Ik geloof dat ik dubbel zie. Hanny sliep toch? Hier. Je was nog iets vergeten. Ja, het spijt me. Ik wilde je tarotkaart. Kom. Ja, maar... Wat is dit voor een onzin? Ze is een natuurtalent. Van ons allemaal legt zij de tarotkaart het allerbeste. Kunnen jullie dat allemaal? Dat heeft Theobald ons geleerd. En hoe zal het met mij en Mark gaan? Net zo verrot als onze wedstrijd morgen tegen Kant. Zijn ze zo goed dan? Of zijn wij zo slecht? We winnen gewoon nooit. Wauw. Dit is toch ongelooflijk? Als je maar lang genoeg kijkt, lijkt het bijna wel alsof je kunt vliegen. Zo voelt het ook als ik bij Brazil ben. Zit hij ook op het Kant gymnasium? Nee joh, Brazil is mijn paard. Oh. Als ik paard rijd, voelt het bijna alsof ik vliegen kan. Maar laat ik even duidelijk zijn. Ik hoop dat jullie niet echt in ons team willen. Want dat wil namelijk niemand hebben.
nachten verblijven, zal ik jullie zielig hockeyteam laten zien hoe je tegen de kans wint. Ouders zijn een paar jaar geleden gestorven. Ze waren onderweg naar een paardentoernooi in Frankrijk toen het gebeurt. Heeft ze dan ook geen familie? De nieuwe eigenaar van de paardenstallen is zo lief. Hij biedt Brazil gratis onderdak. Katrien heeft helemaal geen geld. Haar ouders waren niet verzekerd. Maar gelukkig heeft ze ons. Wij zijn nu haar familie. Ja, dat zijn we. Ik moet gaan, doei! Dank nog, voor niets dus. Je hebt gewoon weer van kant verloren. Zielig hoor. Je hebt de bal geen één keer afgegeven. Wat is eigenlijk jouw probleem? Je hebt geen probleem. Très bien, Abel, très bien. En als ik klaar met je ben, heb je jouw probleem. Laat los. Zijn jullie nou gek geworden? Waar was je nou? Het spijt me echt, maar de mensen zijn... Nee, jouw beloofd om er voor een team te zijn. En dan verdwijn je gewoon. Nee, dat is niet waar. Jij hebt voor mij gesproken, zoals je dat altijd doet. Jullie verliezen toch altijd? Ja, dat doen we. Alleen wel als team. Maar vandaag heb jij de wedstrijd in je eentje verloren. Als jij je zo graag wilt bewijzen, in de toren. Alleen jij en ik. Middernacht. Waanzin!
Honey? Zeg toch wat. Honey. Honey. Soms kan ik jou echt... Ik laat je toch niet in de steek. Je was super. Een absoluut record. Snel, idioot. Magerlijn komt. Trek naar de kamer. Oh, shit. Ga je misschien op zoek naar de erwt onder uw matras? Klaar met dat apencircus. En naar mevrouw Theobalds kantoor. En wel nu! Ik wil er niet eens aan denken wat er allemaal had kunnen gebeuren. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wat jullie gedaan hebben, dat is gevaarlijk. En vooral heel erg dom. Wie van jullie is daarvoor verantwoordelijk? Ik wacht. Ik heb het in mijn eentje gedaan. Ach. De anderen hebben er niets mee te maken. En die tweede matras lag ook daar toevallig? Zeg, hoe dom denk je dat we zijn? Mevrouw Magerlijn, ik wil graag met Hanny alleen spreken. Wel. Het is toch overduidelijk dat er een matrassenrace heeft plaatsgevonden. Wees nu eens even zo vriendelijk ons mee te delen wie er op die tweede matras zat. Niemand. Dat was mijn reservematras. Mevrouw Magerlijn, dank u. Wat is dit nu? Hup, snel naar jullie bed. Ja. Honey, kom eens bij mij. Het spijt me echt heel erg. Ik hoop alleen dat degene die je beschermt, jouw vriend. Je zult verbaasd zijn hoeveel aardappels geschild moeten worden voor een school van deze grootte. Goeienacht, Hanny. Ga nu maar slapen. Hanny, ben je nog wakker? Waarom heb je Magerlijn niet verteld dat ik het was? Maar je verraadt toch nooit je teamkameraden? Linda had gelijk. Het was mijn schuld dat we de wedstrijd vandaag verloren. I can almost feel the sun. Now I'm ready cause my time has come. But something pulls me back again. Inside my shell, hear a voice saying you could fail. Catch my breath and I'm on my way. At least that's what I tell myself. I don't know what the future holds. Throw the dice, close my eyes and I'm rolling. Every day brings something new. Uithalen. It's the first time a road I've never taken. A door that's closed and one that's wide. Open if I wanna try. Oh, it's gonna be a first time to hit the road and drive. But wherever we go, I'm here for the ride. So it's binnen. Goedemorgen, mevrouw Magerlijn. Nog nieuws over de tweeling? Deze keer is niet, Ava. Het ziet er niet goed uit voor ons. We zijn weer diep in de rode cijfers geraakt. Maar natuurlijk, mevrouw Magerlijn.
We moesten toch die houten banken in onze eetzaal vervangen? Plastic stoelen waren ook prima geweest. Mevrouw Magerlijn, waar blijft toch uw goede smaak? Geld verhoogd. Voor de laatste maal, daarvan is geen sprake. Dan verliezen we maar 1, 2, 3 meisjes, anders gaan we allemaal verloren. We zijn toch geen liefdadigheidsinstelling? Lindenhof is geen bedrijf en zal nooit een bedrijf worden. Kom meisjes, kom. Zolang de meisjes bij ons zijn, is dit hier hun thuis. En mevrouw Magerlijn, zolang ik het hier voor het zeggen heb, zal dat niet veranderen. En toen heeft hij maar gekust. Moet je voorstellen. Het was zo perfect, zo magisch. En wat en? Heb je Mark eigenlijk ooit iets horen zeggen? Nee, natuurlijk niet. Dan kan het dus ook een complete idioot zijn. Hij hoeft niets te zeggen. Ik weet het ook zo. Dat hij zachtaardig, charmant, intelligent en grappig is. Help ons nu maar even. Morgen moeten we tegen Hoogat spelen. Je weet toch dat ik niet kan? Maken we wel een kans? Luister, het Hoogat-team zal de nacht slapeloos, huilend en verlamd van angst doorbrengen. En hoe dan ook, zolang we mijn gelukbrengende mascotte erbij hebben, kan ons helemaal niks gebeuren. Kijk eens, we zijn helemaal vergeten dit terug te geven. Best wel sexy, of niet? Ik hou me altijd aan het donkerste, ellendigste en meest vernederende moment van de familie Sullivan herinneren. Oh, dus niet sexy. Une voiture. Une voiture. Een auto. Geloof je echt dat Lindelof morgen voor de eerste keer een wedstrijd gaat winnen? Je bedoelt sinds mama hier op school zat? Als Lindelof morgen wel wint, moeten ze tegen de Joket spelen. Ja, en jij dan? Ik kan toch niet tegen mijn eigen team spelen? Is nu Lindelof niet jouw team? Hey, we lijken toch op elkaar? We kunnen beide in een team spelen en dan is niemand ongelukkig. Ja, behalve het team dat mij krijgt. Onzin, we zijn een tweeling. Jij kunt net zo goed hockey als ik. Je moet het gewoon willen. Ik wil helemaal niet goed hockey spelen zoals jij. Ik wil echt veel... Veel liever... Katrien, wat is er? Katrien, waarom huil je? Katrien? We moeten Theobald gaan zoeken. Dat hij niet meer gratis wil stallen. Wordt hij morgen al opgehaald? Wat? Brazil? Over mijn lijk. Psst, het is veilig. Ik doe voor jullie open. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Hij moet water hebben. Hij moet vooral hoofddempers hebben. Straks wekt hij het hele huis nog. Dat is beter. De keuken. Hou vast, ik kijk of ik daar iets kan vinden.
Misschien moet hij iemand de andere wekken. Ik denk dat we wel wat hulp kunnen gebruiken. Hé, hey, hou eens vast. Hi. Brazil. En hoe is het nou om een paard te zijn? Ja, ik ben zat te drinken. Deux amours, mon pays et Paris. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Brazil, wat doe je nou toch? Nee. Portez fragile, cœur neuf. Avec les chances d'Arma. Ah! 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 Juffrouw Bertou, wie anders? Die vrouw trekt het ongeluk gewoon aan. Ah! 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 Hanny en Annemarie Sullivan. Geef mademoiselle Bertou 2 druppels hiervan, 3 druppels hiervan, 1 druppel hiervan en warme melk met honing, alsjeblieft. Het slechte nieuws is dat jullie een paard gestolen hebben. Nee, we hebben het niet gestolen. En we wouden hem op betaald niet laten schrikken. Het was weer teleurgesteld. We kunnen toch niet toestaan dat Brazil verkocht wordt? Dat zou Katrina een hart breken. Ja. Ik zal zien wat ik daaraan kan doen. Voor vannacht kunnen jullie hem in het tuinhuis onderbrengen. Maar houd dat paard uit de buurt van mademoiselle. Ik weet niet zeker of haar zenuwen een tweede aanval van deze aard aankunnen. Hoe gaan we dit ooit oplossen? Negatief, negatief, negatief. Nu helpt alleen nog magie. Daar, daar is het. George, laat mij dat maar doen. Jij kunt hier zo lang gaan kijken. Even ter herinnering dat je mijn verjaardag vorig jaar vergeten bent. Hoe laat is het waar? Camera's! Camera's! Jullie! Jullie! Kijk dan! Oh. Er zijn overal camera's! Oh. Er hangen overal camera's! Oh. Burnout, duidelijk. 1 kookboek te veel. Jullie! Als ze die banden gearriveerd hebben, dan kunnen we de onschuld van de meiden bewijzen. George. Misschien was dit wel allemaal het noodlot. Noodlot? Kletskoek. Onze meiden zijn beschuldigd dat ze iets hebben gestolen. En ze zijn misschien totaal onschuldig. Dat is geen noodlot. Dat is gewoon echt, echt onrecht. Oh, Rutger. Mijn Rutger toch. Mijn Rutger. Heeft iemand mijn borstel? Ja, mag ik even iemand schrijven? Tada! Wow! Hiervoor heb ik onze hele spaarpot geplunderd. Is iemand mijn borstel nog steeds? Hier, deze en is voor jou. En hoe is het met Brazil? Super! Weet je, hij voelt zich al helemaal thuis in het tuinhuis. Cool. Hoe zit het dan met de mensen die Brazil verkopen willen? Die hebben gezegd dat we hem mogen houden. Echt? Te gek! Mm-hmm. Cool. Daar heeft Theobald voor gezorgd. Het hele tuinhuis wordt omgebouwd. Alleen voor Brazil. Mm-hmm. Maar mevrouw Magerlijn heeft toch gezegd dat we geen geld meer hebben. Erika, dat is geen lippenstift. Dat is een roesje voor je wangen. Erika. Hier, die is van jou. Oh,
gehad. Ze hebben gisteren gespeeld en verloren. Super! Dus daar gaan we de vloer mee aanvegen. Dat is nog niet alles. Hun trainer heeft zich teruggetrokken. Oh, wie valt voor ze in? Oh. Hey, we hebben toch een deal, of niet? Zolang je hier bent, speel je voor Lindenhof. Ja, zelfs een kind had die bal uit die buik kunnen slaan. En dan met de juiste club. En met hem moet ik een team gaan vormen. Hang nu die telefoon op. Ik bel je terug. Nu meteen! Bent u nu helemaal gek geworden? U bent mij excuses verschuldigd. Het is erg genoeg dat u mij en mijn vrouw ertoe gebracht heeft aan ons als ouders te twijfelen. Maar ik kan het u nooit vergeven dat we door uw beschuldiging aan onze dochters getwijfeld hebben. En kookboek vertalen is een zeer belangrijk beroep en een gat in de markt. Terrorist. Hallo, Nanny. Maar dan weet u dat ik ben. Ik bedoel, en dat van de achterkant. Jouw kniekousen zijn van achteren altijd een beetje vuil. Van het schoenenpoetsen. Ik ben zo trots op jou, Nanny. Je hebt iets voor jezelf gevonden. Iets waar je vrolijk van wordt. Hm? Ja. En je zusje Hani zal dat wel begrijpen, denk je niet? Dank u. Hey, mag ik nog een keer doen? Ja, meer doen. Oh, ik doe ook weer de groen. Ja, ja, ik denk dat ik nog meer groen nodig heb. Voor de rot. Kijk jij. Sullivan, 1, 2, kantoor. Wat hebben we nu dan weer gedaan? Mevrouw Magerlijn. Hanni en Nanny, leg jullie bladen gewoon weg. En de anderen gaan weer door. Nou? Met rook. Hier doen we allemaal onkruid. Mama, papa! Oh, mijn meisjes. Hanni. Hallo. Oh, Hanni. Nou, wat is het fijn. Ja, maar waarom zijn jullie hier? We zijn gekomen om te zeggen dat het ons spijt. De bewakingscamera's hebben aangetoond dat het een vergissing was. Dat jullie het niet waren die gestolen hebben. Dat hadden jullie toch ook aan de telefoon kunnen zeggen? Nanny! Ja, nou, ze hebben gelijk, Jule. Waarom er langer omheen draaien? Het Johanneum wil jullie terugnemen. Yes! Te gek, Nanny! Ik wil helemaal niet terug. Wat? Hé, ben je gek geworden? Haat hockey! En ik haat roze! Mijn lievelingskleur is groen! Ja, en ik hou van klassieke muziek. Omdat ik er iets bij voel. Wat hockey mij beslist niet kan geven. Nanny, even... Mijn hele leven was ik altijd maar de helft van Annie en Nanny. Was altijd maar 50%. Maar hier is het anders. Hier ben ik Nanny en ben ik 100%. Nanny, die steeds met haar schoenen tegen haar kousen wrijft. Die in tarotkaarten gelooft, die cello speelt en... Ja, dat is eigenlijk wel alles. Cello? Jij kan helemaal geen cello spelen! Ja, cello. En vandaag, terwijl jij dat stomme hockey speelt, ga ik aan een orkesttoelatingsexamen meedoen. En eindelijk iets doen waar ik echt gelukkig van word. En als jij nu gaat, dan ben je een verraadster. Omdat je namelijk Jenny beloofd hebt het te helpen, zodat Lindhof eindelijk weer eens wint. Ik heb gezegd, zolang ik hier ben, zal ik ze helpen. Maar ik ben niet langer meer hier. Goed, wat jij wil. Dan hoef ik tenminste nu niet meer voor je in te vallen met je stomme tweelingwisseltrucs. Ik moet cello oefenen. I'm a ruby. I'm not happy unless you're far, far away when I'm... George, je moet haar dat van Octavia vertellen. Annie? Annie, luister eens.
Ik denk dat je met Octavia moet praten. Jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ga niet terug. Joe Cats is mijn team en zal het voor altijd blijven. Ik ga met de teambus, jij neemt de auto, rijdt weer terug en zorgt voor Nanny, ja? Weet je eigenlijk wel dat ik daarom zoveel van je hou? Waarom? Hey Nanny, heb je Hanny gezien? We moeten de speltactiek nog doornemen. Die is nog even snel naar het dorp. Maar wel, ik moet ook nog naar het dorp voor iets. Maar je moet wel op tijd terug zijn hoor. 4 uur beginnen we. En mijn mama komt speciaal ervoor kijken. Attention, lieve dame. Het grote moment is daar. Het toelatingsexamen kan beginnen en als eerste wil ik horen... Yvonne, Claudine en Isabelle. 1, 2, 3. Voilà, mesdames. Oh, waar blijven ze nou? Oh, Hanny, eindelijk. Ik dacht al, je bent van team gewisseld. Onzin. Mooi maken. Wat voor een soort van vers uit de koestal no-name shampoo gebruik jij dan? Moet ik daarop zitten, die vers? Ja. Maar dat is allemaal zo blauw. Hallo. Dag. Oh, wat prikt dat. Waar in godsnaam heb je toch dat bloesje vandaan? Wat moeten de mensen wel denken? Mama, dat is een schooluniform. Heb ik anders niet uitgezocht? Nee, heb ik zelf betaald. Werkelijk? Ja. Wat een geluk dat ze die aanklacht hebben ingetrokken. Hoe kom je daar nou weer bij? Bent? Ik ben terug omdat mijn vader naar de DVD van de beveiliging heeft gekeken en hem toen aan de rector heeft gegeven. Hij heeft wat gedaan? Op de bus! Hij moet die DVD zo snel mogelijk terug zien te krijgen. Octavia heeft dat topje in je tas gestopt. Wat? Ja, dat topje. Ik heb jou daarmee gezien. Je speelde de bal als een halve wilde. En toen moest ik je een lesje leren. Stop de bus, nu! Papa, we stappen uit. Ja, sorry hoor. Wat is haar probleem? Wat voor een soort no-name shampoo gebruik jij dan? En nu? Lopen. Thank you.
begint. Ik moet gaan. Lindenhof verliest toch wel weer. Bovendien moeten meisjes geen hockey spelen. Dat ziet er gewoon niet uit als ze over het veld strompelen. Hè? Wat is er? Dankjewel dat je zo'n idee droomd hebt. Dan zou ik mijn team in de steek gelaten hebben. Hé! Hey. Nanny speelt voor jou. Kan dit ding ook sneller rijden? Oh, doe vast, hoor, nee. Hou je vast, Nanny. Oké. Okay. Pa, dit is mijn vriendin Suze. Hallo, Suze. We delen dezelfde kamer. Ach, wat leuk. Ik hoop dat je je niet stoort naar gekwetter. Dat is namelijk van haar vader. Die weet ik altijd alles beter. En hoe gaat het? Is Hanny het hockey verleerd? Nee, dat is Nanny. Jenny weet van niks. Wat? Erika hoef je eigenlijk niets te vragen. Niet waar, lieveling? Sport is voor jou een vreemd woord. Heeft ze natuurlijk ook van... Van haar vader. Ja. Wat is er toch met jou? Linda, kijk niet zo ongelukkig. De wedstrijd is nog niet gedaan. Maar Hanny heeft moeite om tegen haar oude team te spelen. Ja, maar geloof me, ze... Ze vecht. Ze geeft echt alles. Bedankt. Ach, mevrouw Theobald, dat was dat een spannende match. Ja, heel spannend. Kijk eens wie we daar hebben. Niemand aan cello spelen toekomt, hè, Erika? Oh, cello. Wat zou het heerlijk zijn als mijn dochter cello zou spelen. Maar ze heeft niet één muzikale gen in zich. Het is net haar papa. Voelt u zich eigenlijk wel lekker? Uw dochter is het liefste, gevoeligste en intelligentste meisje van de hele school. Tja, mevrouw van Katlist, ik denk... We moesten maar eens even samen praten. Over cello? Nee, over het leven. Moet dat echt? Ja. Oké, meiden, het kan nog. We veranderen de tactiek. Jenny, jij speelt voorin. En Hanny, jij speelt achter, oké? Hanny, alles oké? Het gaat wel met haar. Het gaat helemaal niet met haar. Ze ligt in coma. Ben je naar de Jokets teruggegaan? Wat? Nee. Let niet op haar. Ik ben Hanny. Ik kom te laat voor de auditie. Doe nou, hou op. Weet jij nog wie is? Oh, ze weet nog ineens hoe ze een hockeystick moet vasthouden. Hup, je haalt het toch wel. Rennen. Oké. Okay. Ik moet nog... Hey, en nooit meer doen, hè? Wij gaan echt zo met jullie de vloer aanvegen. Daar heb je nog 35 minuten de tijd voor. Kom nou, kom op! En nu? Nanny! Oh! Mon dieu! Hanny of Nanny? Nanny, en ik wil voorspelen voor het orkest. Ja, maar mijn kleintje toch. Ik heb alles al beslist. Hier is de lijst. Oh, maar geeft u mij alstublieft nog een kans. Maar lieverd, jij speelt toch niet een instrument? Jawel hoor. Ze speelt cello. Ah, wie? Nu ja,
Wellicht hebben we toch nog een eenie mini plaats voor een eenie mini cello in ons orkest, hè? Kom, voorspelen. Oh, dank u. Ik ben zo ontzettend trots op jullie beiden. Het was zo moedig wat jullie gedaan hebben. Ja, ik feliciteer jullie ook. Jammer alleen dat jullie eerste zege ook jullie laatste moest zijn. De Lindenhof heeft geen geld meer. We moeten sluiten. Ik denk dat jullie nu al jullie vriendinnen moeten optrommelen. Is er hier ergens een plekje waar we absoluut niet gestoord worden? Oh, ik begrijp het. Oké, heeft iedereen zijn eigen nog een? Ja, hier het zijn zegel. Sprookjes zijn niet. Wat schrijft Brentano hierover in zijn werk? Hallo. Wat is er eigenlijk met jullie aan de hand vandaag? Mevrouw Theobald, de vader van iemand uit mijn oude klas kent iemand bij het Raad van Toezicht. Ja, is en goed. En nu dachten maak we je maar geen zorgen. We bedenken wel weer wat. Zoals altijd. Wij dachten, nou ja, eigenlijk dacht mijn moeder, dat het een goed idee was een inzameling te houden en daarvoor enkele oud-leerlingen uit te nodigen. Dat is een geweldig idee. En eigenlijk zou het vandaag zijn. Wat? Vandaag? Het spijt ons echt. Maar er is niemand gekomen. Ach ja. Volwassenen hebben dik. Het is waarschijnlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar als ik iets kan bijdragen, zodat de Lindenhof niet... Dan... I'm to be right.
High on life.